Yo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees, dit is Timo. Vandaag zijn we bij een trampolinepark, namelijk Jumping Jack. Het is vandaag niet zo lekker weer buiten, dus we dachten we gaan naar binnen. Mijn video's wil ik voornamelijk buiten doen. Soms is het niet anders, soms moet het binnen. Dus ja, vandaag daarom binnen. Maar Timo, wat gaan wij vandaag doen? We gaan vandaag zoveel mogelijk freerun challenges in het trampolinepark doen. Dus we gaan even leuke challenges verzinnen. Het is geen wedstrijdje. Nee. We gaan gewoon zoveel mogelijk nieuwe trucs leren en elkaar challengen. Precies. En het doel is eigenlijk vandaag om elkaar wat nieuws te leren. Want ik kan dingen die Timo niet kan. En Timo kan dingen die ik niet kan. Dus dan heb je eigenlijk altijd wel een goede training. Precies. Dus dat gaan we nu ook doen. We gaan hier beginnen. En we gaan even kijken wat we voor leuks hier kunnen doen. Oké, Timo, jij mag voor mij beginnen. Verzin iets leuks. Het mag van alles zijn. Oké, zullen we beginnen met een dubbel kork? Is goed. Het vindt helemaal goed. Hoop ik. Oh, je had hem wel bijna geland. Dat is wel een dingetje altijd. Dat is moeilijk. Dubbel kork. Oh, ik had hem bijna geland. Nu hebben we nog een beetje energie, dus ik denk... Vraag me af of jij die durft, maar dubbel back. Ja, als jij het doet, dan moet ik hem wel doen, ja, toch? Ja, ja. Ik heb deze hier al echt heel lang niet meer gedaan. Die kan jij. Ik zet hem in. Hij was niet hoog, maar ik zet hem in. Nu moet jij hem doen. Ik denk dat ik ook gewoon volle gas ga. Oké. Je landde hem oprecht bijna, grap. Volgende challenge is weer voor mij. Ik ga het dubbel full proberen. Ja. Nice. Ik ben er niet heel goed in, maar we gaan het zien. Ik ook niet echt. Dat trampoline wel, maar hier niet. Oh, die was gewoon clean hoor. Dat was gewoon hoe je ze op trampoline ook draait. Nice. Die de back die ik net deed, die durft Timo nog niet. De full vind ik echt naar. Dus dan leren we allebei weer wat vandaag. Oh, ik land er echt bijna. Hier bij Jumping Jack hebben ze natuurlijk ook een freerunpark. Eigenlijk het enige park volgens mij dat echt een freerunpark binnen heeft. We gaan een paar challenges verzinnen en kijken wat er allemaal van komt. Let's go. Ik ga de eerste run doen. Hier een leuk dingetje, jullie gaan het vanzelf zien. Wow. Oh, die lukte in één keer, dat vond ik wel nice. Hij was echt Let's cool. go, nu mag Timo. Nice, in één keer door. En inzetten. Oh yes! Let's go, kijk, zie je? We hebben allebei in één keer ingezet. Oh shit, vorige keer ging niet eens zo goed. En nu mag jij weer. Oh ja, ik had er al stiekem eentje klaargezet. Allemaal strides en dan sideflip of frontflip. Uh-huh. Wat je zelf wil. Oké. Okay. Oh, die was echt super laag. Ja. Oh. Je schrok. Ik dacht dat je hem best hoog zou landen, maar toen ik opeens... kwam net niet uit in mijn stappen. Maar oké, nog een keertje. Ik dacht, we moeten wel draaien. Die was veel beter. Was lekker, grap. Wow, jij kan wel lekker hoog. Ja, netjes. Dat is mijn specialiteit, hè, jongen. Sideflip. Iedereen heeft zo'n specialiteit. Voor mij sideflip en flashkick. We doen een compris van die naar deze. Eén stap door. Kick hem. Ja. Woehoe. Netjes. Oké, nu is Tima. Oh, dan moet ik even. Nice, gas. Hij moet alleen iets in flow eigenlijk. Ja, ja. Ja, die was wel nice hoor. Hij was wel beter. Een sideflip eroverheen, maar je moet het blok wel aanraken. Dus je zet één voet neer en dan ga je eroverheen. Hij staat wel een beetje los. We moeten maar gewoon zien wat er gebeurt. Oh, die was hij nice. Hij schoot wel een beetje weg, hè? Ja, maar die was nice. Ah, easy. En hij verschoven niet. Yes, lekker. Maar ik had wel vastgespeeld. En nu zitten er van die dingetjes ja, in. Maar, okay. Ik mag nu weer iets leuks verzinnen. Woo! Dit is voor mij ook iets nieuws. Ik probeer dat echt al heel lang. Maar ik ben al heel lang niet meer bij Jumping Jack geweest. Maar nu ga ik dit vandaag voor het eerst doen. En Timo heeft het volgens mij ook nog nooit gedaan. Je swingt aan deze bar. En je landt hier op deze rand. Deze is heel makkelijk. Daar kom je makkelijk bij. Maar dit is echt durven en inzetten. Dan kan je hem één keer zetten. Eén keer zo zetten en daarna moet je hem doen. Dan moet je, oh, oké. Okay. Dit moet goed komen. Oh, easy. Oké, die moet ik kunnen. Oké, nu zonder. Oh, jij hebt die zo easy.
Die was lekker. Echt naar, hij was wel echt eng. Ja, die kan je, gast. Nog één keertje. Je hoeft hem niet te doen zonder, maar zolang je met maar hebt gedaan. Dit is goed. Ja, perfect. Jij had hem nog perfecter. Oh, yes. Lekker, gaf. Nieuwe challenge. Vanaf deze position naar hier. En dan een side flip of een front flip. Wat je wilt. Oh. Oh. Het was echt een delay zo. Ja. Hij is niet heel ver, nee. Maar hij is naar omdat hij schuin is. Dat is echt iets naar de regen. Oh, je schoot bijna over. We gaan nu door naar de laatste area, high performance. Gaan we daar nog wat trucjes doen. Wil je nou dat ik vaker naar een trampolinepark ga? Laat dan weten in de comments. Laat ook weten wat ik daar moet gaan doen. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk freerun related. Maar een keertje trampoline springen mag ook. Timo die mag beginnen. Laten we zien wat Timo heeft. Vertel op, jongen. Ja, klaar voor. Ja. Dubbel side van de Max Air naar de matjes. Oeh, die was dacht echt dat clean. Ik ging op de trampoline. Ja, ik ook. Maar die was wel echt clean. Ging op ja, de trampoline. Want die trampoline die loopt zo naar binnen, dus je denkt dat je dan inwards gaat. Om de video af te sluiten heb ik nog één trick voor Timo. En die ga ik nu voor jullie doen. Nee! Oh shit. Die moet jij sowieso doen, want die kan Timo. Al heel lang, maar die durft hij nog niet. Je zette hem niet eens in, Timo. Hij ging niet omhoog. Oh, hij was echt close, gaf. Hij was echt close. Respect. Oké, dames en heren, dat was de video voor deze keer. Vond je hem leuk? Laat dan een duimpje omhoog achter. Abonneer hier beneden. Druk op het belletje. Vergeet niet op Timo te abonneren. En Timo, heb je wat nieuws geleerd vandaag? Ja, ik heb superveel geleerd. Ik heb parcours weer een stukje bijgewerkt. Ik was er nooit zo goed in. Maar dankzij de meeste leuke challenges gaat het hartstikke goed. Yes, ik ook. Sowieso die site over dat blok heen en nog veel meer dingen. Nice, nice. Geslaagde training. Dus ja, dat is sowieso top. Ja. Ik zie jullie terug bij de volgende video. Later. Yo.